De gemeente werkt samen met energiebedrijf Groenkracht aan de bouw van een windmolenpark. Het College van Burgemeester en wethouders vindt dit een goed idee, omdat het zorgt voor meer groene energie. Daarom moet het windmolenpark nog dit jaar gebouwd worden. De acht windmolens moeten aan de rand van de gemeente geplaatst worden in de weilanden. Op die manier hebben inwoners zo min mogelijk last van de windmolens.